Simone, de veelzijdige. Mag niemand dat weten? Die? Oh, nee. Nee, dat is vanmorgen gebeurd. Maar toen ik opstond, een beetje keelpijn. Ja, stem weer. Je zit slagen met je snor. De zonde. Je snor is los! Een klusjes man spelen in Zeggens A, geen punt. Nou ja, het is een beetje traditie dat ik altijd even wat dingetjes meeneem. Ja? En het oudste wat ik gevonden heb is dit. Maar toch even... Dansen met de kostuums. Ja, dat valt af en toe wel tegen. Ik heb bijvoorbeeld een hele gladde rok aan. En dan zoek ik heel gauw er weer van af. En je moet rekening houden dat je ineens dus hele strakke dingen aan hebt. Terwijl je flink de hoogte in hebt gegooid. Dat soort dingen gaan dus ook weer uit dan. Hè? Dat kan dan niet. Wat voor meisje was dit? Ja, dit is een heel naïef, fladderig dingetje. Dat was je wel? Ja, dat was ik wel. Wel veel jongens achter je aan, maar het zag er wel goed uit al. Ja, vond je? Nou ja, dat kapsel was toen heel erg in volgens mij. Ja, dat was heel erg in. Ja. Nou, de eerste keer dat ik jou bewust zag, dat was dit. Dat was toch ook wel wonderbaarlijk hoor, vond ik. Leuk assistenten heb je. Ooit een gedachte bij haar te doen. Simone, naast Jeroen Krabbe in een dubbelrol. Als sekspom hier, hoor. Hè? Ja, nee. Goed gecast. Nee, ik zou niet durven. Nee, ik durf niet. Dood, hè? Ja, dat is gewoon zo'n meisje. Zij wie, professor? Ze willen het net zo graag als jij, Maarten. Jeroen, helemaal in de war nu. Ik ga even lunchen, professor. Prachtig. Nee, maar ik heb het daarom gekozen, omdat acteren is ook wel iets wat je heel graag doet. Ik heb je in One Flew Over the Cuckoo's Nest gezien, ja. Hè? Ja. Het is niet zo dat je denkt dansen en zingen en dat doe ik er wel even bij. Nee, want dit vind je ook heerlijk. Dat vind ik heerlijk. Heb ik altijd gevonden. En ik heb met name de laatste paar jaar aangegeven dat ik wat dieper wilde in de rol. Want dat komt bij een musical. Ja, met alle respect. Maar het is toch veel vaak. Is er geen tijd voor om alle rollen uit te diepen. Door al die disciplines. Je moet en zingen en dansen en dan ook nog eens spelen. Dus ja, ik had daar enorme behoefte aan. Ook misschien omdat ik denk, ja, dat dansen, dat is straks ook een beetje over. Dat been, dat gaat niet. Dat ging vroeger tot hier, nu gaat het tot hier straks. Ja, nogal heel wat, hoor. Maar ja, dat vind ik zo lekker om in een rol te duiken. En met name ook, dat vind ik wel van Sunset, moet ik je eerlijk zeggen. Dat is dus echt, ondanks dat het een musical is, echt een fantastische speelrol. Mijn publiek heeft lang gewacht. Vanaf vanavond is ze Norma Desmond, de superstar uit de stomme film, die nog maar één kans heeft om weer aan de bak te komen. Samenwerken met de jonge scriptwriter Joe, gespeeld door Anthony Kamerling, op wie ze ook nog straalverliefd wordt. Het is zover, hier staat een ster herboren. Laat mijn handen dan maar beven. Dat is louter van ontroering. Want ik leef weer. En het publiek is altijd lief voor je, behalve soms de eerste rij. Hè? Want ik denk wel eens, die eerste rij is toch heel bepalend van hoe je je voorstelling doet. Hè? Ja, die zie je. Die zie je. Ja, zo tot rij 3, 4, al dan gelang, dus hoe de zaal is, kun je mensen zien zitten, ja. En mensen realiseren zich soms niet hoe ze erbij zitten. Er zitten mensen die je toch echt met zulke baklappen aan zitten te kijken. Of je zit in een verkeerde voorstelling of zo. Ja, heel chagrijnig. En je staat maar je best te doen. En misschien vinden ze het niet leuk. Maar ik heb één keer een man gehad, die had zijn hele diner meegenomen. En die had een rugzak naar zich staan. En op een gegeven moment, ja, dan ging die rugzak ging open. En dan kwam een heel pakje brood eruit. En een colaatje zette die naast zich neer. En die begon lekker zijn hele lunch. En een appeltje kwam erbij. Die heeft de hele voorstelling zitten eten.
Dus ja, je bent daar toch wel een beetje door afgeleid. Maar ja, je hebt het soort voorstelling wat je niet kan onderbreken en zeggen, hallo, zijn we klaar? Nou, nu niet, nee. Ik had het vorig jaar met mijn eigen programma, had ik dat wel. Ja. Natuurlijk, dan had ik hem wel gewoon nog iets smakelijker kunnen toewensen. Maar nu kan dat niet, nee. Het publiek is soms wonderlijk, hè? Ja. Nou zie ik hier het hele dikke script liggen. Hoe leer je zo'n rol? Want dit schijnt toch wel een hele zware rol te zijn, hè, uiteindelijk. Het is een pittig rolletje, ja. Ja, het is een... Het is een grillige vrouw. Het is ook triest. Ze is dramatisch. Ze is van de een, nou zeg maar van de een op de andere dag had de vrouw geen werk meer. Uitgerangeerd. De komst van de. Ze was een grote. Het is een grote diva uit de tijd van de stomme film. Ja. Ja, en dat doet de sprekende film zijn intreden. En vanaf dat moment waren er erg veel acteurs en actrices die vanaf dat moment geen werk meer hadden. En dit zijn jouw aantekeningen? Nee, dat zijn notes. Dat zijn de notes? Notes van de regisseur. Oh, oké, iets kleiner graag. Ja. Geweldig. Ja. Gaat naar het theatermuseum, hè, dit. Draai jas meer voorop, zet af. Ja. Moment, dan grote overgang. Geweldig. Ja. Waarom zou je verder zoeken? Alles vind je bij elkaar. Dit moest zo zijn. We delen mij. Volmaakte jaar. Verder heb je niemand nodig. Alles vind je bij elkaar. Haal weg die frons, want dit wordt ons. Volmaakte jaar. Wat haar overkomt, die Norma Desmond, is natuurlijk wat iedereen in dit vak een beetje te wachten staat. Hè? Ooit is het klaar. Ooit is het klaar, maar ik mag hopen, als ik dan even over mezelf mag spreken, dat ik hoop dat dat wat geleidelijker aangaat. En niet van de een op de andere dag. Nee, maar het is niet zo zoals zij dat je in de spiegel kijkt en denkt, ja, 10 jaar nog misschien en dan verdwijnt deze verrukkelijke dynamiek uit mijn bestaan. Ja, dat zit erin, ja. Ik hoop dat ik dat mee mag maken, dat je op een gegeven moment denkt van, nou, het is mooi geweest, klaar. Ja. Maar voorlopig niet. Nee, voorlopig niet. Ik sta er nog zo middenin. Ik vind het allemaal nog zo leuk. En met name deze rol ook, zeg. Poeie. Oh, en je leeft met een man die ook eeuwig junior is gebleven. Hè? Hij is altijd maar Guus Verstraeten junior. Al zal hij 95 worden. Is hij nog steeds junior. Dus dat helpt ook wel waarschijnlijk. Ja. Pia en Simone. Twee vaderlandse verdetten delen naast Anthony Kamerling de hoofdrol. Beiden zijn nog in full swing actief. In een vak dat voor hen allebei een levensvervulling is. Het is een passie. Je bent geboren met een passie. En ik vind theater echt mijn passie. Dus ja, wat hoort bij passie? Daar hoort genieten bij. En als dat goed gaat, als je de rollen krijgt die je heel graag wilt hebben, en het gaat goed, ja, dan zet ik wel een leuk feesttoetje op, hoor. Dan ben ik wel heel erg blij.